Wat voor ons belangrijk is in deze operatie, is dat in economisch zeer moeilijke tijden, dat wij de toppers op dat vlak naar de regering brengen. Dat wij als N-VA die keuze durven maken, niet alleen om eigen mensen te belonen die de verkiezingen hebben gewonnen en gewettigde ambities hadden, maar dat wij durven verbreden en dat wij de mensen aantrekken die aan het roer moeten staan in deze tijden, die gestalte kunnen geven aan de punten die de N-VA in het regeerakkoord heeft ingebracht, die die binnen de regering kunnen bewaken, die die binnen de regering kunnen realiseren, punten die wij belangrijk vinden voor de welvaart, enerzijds van Vlaanderen, maar ook voor de welzijn, het welzijn van Vlaanderen. Die de lijn van de N-VA, die een lijn is die sociaal is, maar tegelijkertijd ook duidelijk economisch is, gestalte kunnen geven. Philippe heeft het voor de partijraad gezegd, zoals ik het zelf altijd zeg. Wij geloven dat de taart moet verdeeld worden onder alle inwoners van Vlaanderen, maar wij geloven evenzeer dat de taart eerst moet gebakken worden. En die twee zaken mag je nooit uit het oog verliezen. Dit zal de lijn zijn die de N-VA in de Vlaamse regering wil bewaken en uitvoeren. Je moet sociaal beleid voeren en je moet economisch beleid voeren. En het een kan niet zonder het andere. Ik ben ervan overtuigd dat we in deze Vlaamse regering, als ik het Vlaamse regeerakkoord zoals het uiteindelijk is goedgekeurd heb gelezen, dat we daar die combinatie kunnen realiseren. En we moeten die taart bakken en ze dan op de juiste manier verdelen. En dat is de weg hoe dat het moet lopen. En zo heb ik het ook begrepen. We gaan saneren, maar we gaan ook investeren. En dan kunnen we ook een aantal dingen doen. Ik voel het aan als een maatschappelijke verantwoordelijkheid waar ik vandaag oud en sterk genoeg voor ben om die stap te zetten. En ik wil mij ten dienste stellen van de mensen om deze job te doen. Ik heb in het verleden veel kritiek gegeven op politiek en op politici. En op het moment dat je de kans krijgt om het dan zelf te doen, vind ik dat je weinig keuze hebt als je het maatschappelijk goed bedoelt om de stap dan te zetten. En vandaar, dat is mijn stap waarom dat ik die zet. Door het feit dat de partij zo beslist heeft, ja, zal ik natuurlijk vanuit dat voorzitterschap, die vind ik toch op zichzelf eigenlijk toch wel een belangrijke functie is, want je bent de eerste burger eigenlijk van Vlaanderen. Hè. Je hebt een Belgische eerste burger, maar daar heb je niks mee te maken. Maar ik ben wel de eerste burger van Vlaanderen. En ik zal me dus niet laten gebruiken als iemand die, heel het proces zal ondergaan. Hè. Ik zal dus echt opkomen voor de rechten van het parlement. Jan Peumens is de primus inter pares van het Vlaams parlement. Jan Peumens zal als primus inter pares de voorzitter zijn van het parlement. En we weten nu al dat we daar behoorlijk veel last mee gaan hebben als regering. Ik waarschuw de twee heren naast mij dat hij, zoals ik hem ken, zonder aanziens des persoons inderdaad de rechten van het parlement zal verdedigen en dat er daar dus leven in de brouwerij zal komen.